ze en dan zeggen ze dankjewel. Dan denk ik echt, wow, ik heb gewoon met ze gepraat. Hallo allemaal, tof dat jullie kijken bij een nieuwe vlog. Ik ben net naar school geweest en nu ga ik op wedstrijd, want we gaan naar internationale springwedstrijd in België, in Lier. Ik ga hier van start met Millstreams Inspiration, mijn springpaard en Millstreams Galante. Deze wedstrijd is dat je verschillende klassen kan starten. Dus als ik het niet goed gaat in het 1.30, kan ik weer 1.20. Gaat het goed in het 1.20, kan ik weer 1.30. En dat is heel fijn. Ik ga van start. Ik ga beginnen met Inspiration in het 1.30. En met Galant in het 1.20. En we zullen vanzelf kijken hoe dat zich verder in de loop van de wedstrijd zal ontwikkelen. Ik heb in ieder geval heel veel zin in. Ik ben nog maar één keer op een internationale springwedstrijd geweest. Toen vond ik het nog echt heel spannend en ging het nog niet super goed. Dus de extra meer heb ik nu echt veel energie om ervoor te gaan en om hopelijk te knallen. Deze wedstrijd is heel anders dan jullie van mijn eventing vlogs gewend zijn. Dus ook een kijkje in de internationale springwereld. Zoek naar de stalletjes. En maar kijk hoe wij allemaal aan het sjouwen zijn. Goed leven hebben jullie toch hè? Inmiddels staan de paardjes goed op stal en we gaan ons nu aanmelden, want dan kunnen we zo keuren. Oké. We zijn nu aan het klaarmaken voor de keuring. Dat is ook nog een belangrijk onderdeel, want je moet daar goedgekeurd worden en dan pas mag je van start gaan. Kom, we zijn klaar met eten. We zijn klaar met eten. Dit is echt Mr. Snoep komt tot de wet. We zijn klaar met eten en we gaan nu klaarmaken voor de keuring. Even wachten tot zijn mond leeg is. Ja, we gaan echt keuren. Echt waar. Inspiration en ik staan lekker te wachten. Inspiration een beetje ongeduldig. Maar goed, dat zijn we van hem gewend, hè. Hier is de keuring achter ons. Ja. Mooie nummer afgeven. Oké, goed. Yep. Inspiration zijn allebei goed gekeurd. Dus dat is echt topnieuws. En dan kunnen we nu inschrijven voor vanavond. Want dan ga ik met zijn Inspiration 1.30 starten. Ik ga zo lekker omkleden. Een parcoursje lopen. En dan gaat het echt beginnen. Kijk eens hoe top dit is. Snoepjes trommel voor de paardjes. Als ze zich goed hun best doen. Dan krijgen ze lekker appeltje of worteltje. We zijn nu het 1.40 aan het kijken. En de klasse hierna moet ik. Ik zit nu op de tribune te kijken en wie er in de ring is? Michael Joen. Michael Joen is echt mijn voorbeeld, dus we gaan eens even heel goed kijken. Wereldklasse in die eventdiscipline, maar door jong hier vandaan slopen in de verkeerde plek. Carlo, wat is dat? Kans, Carlo, oké, inmiddels
inmiddels zijn we weer in de vrachtwagen. We hebben het 1.40 gekeken en ik ben echt als een kind zo blij loop ik hier rond. Want dan loop ik door de stallen en dan zie ik daar je Vrieling, dan zie ik Michael van der Vleuten, dan zie ik Michael Joen. Het is echt niet normaal. Ik word echt helemaal gek en heel dat zeg ik, loop ik zo voorbij als een kindje, dan zeg ik zo, succes hè. En dan zeggen ze dankjewel. Dan denk ik echt, wow, ik heb gewoon met ze gepraat. Dus ja, ik vind het echt zo cool dat ze die grote namen van start te mogen gaan. En ik weet al dat ik nog niveau lager rijd. Maar ooit op datzelfde niveau te komen, dat is echt het doel. Lekker eten, mam. Thanks. Oh ja, en nog een mes. Dat was top. Ik zit er echt bij met een handdoek over mijn rijbroek. Omdat ik anders echt een vieze rijbroek krijg. Sowieso mijn eetkunsten kennende. Hey, op dit moment is mama en Caresse, vriendinnetje van mij, Inspiration aan het opzadelen. En ben ik op weg naar de ring, ga ik het parcours lopen. Dan loop ik gauw terug en gaan we gelijk op Inspiration, zodat ik los kan gaan rijden. Dus het is een drukke planning en ik ga nu het parcours verkennen. En ik ben best wel benieuwd of het al gelijk hoog staat of dat ze het gewoon netjes 1.30 zet of echt al gelijk 1.30 bam. Dus we gaan het even bekijken. Het is een beetje donker, dat komt omdat we op stal zijn. Maar ik heb net het parcours gelopen en nu ga ik op Inspiration. Die is helemaal opgezadeld en ga ik lekker het parcours rijden. En ik heb er, ja, we zijn er wel klaar voor. Post some pictures on the gram so other people know that. Het is best een flink stukje lopen, maar dat is alleen maar goed, dan zijn ze lekker warm gestapt. Always in my head, met you at a time when I was so low. Talking to taking you home. I don't wanna go back to who I used to be. So if you ever leave me, promise you won't let me down. Met een washandje, maar even helemaal een soort van douchen. En dan ga ik lekker in bed liggen. Morgen is dus met Galant een Inspiration. Mam, heb je al gekeken hoe laat ik moet? Ja, het begint om 12 uur, 1.30. En dan ben je nummer 67. Oké. En met Galant ga ik in het 1.20. Ja, en dan moet je pas begin pas om 8 uur 's avonds. 8 uur 's avonds? Dan slaap ik al. Nee. Dan ben je nummer 28. 28. Kijk eens wie achter je moet. Michael Joen moet achter mij. Ik ga in de ring rijden met Michael Joen. Oh, dat is echt niet normaal. Mag ik gewoon met die legend in de ring rijden? Oh, jongens, mijn droom komt uit. Kan ik alsjeblieft even een fotograaf inhuren als we langs elkaar rijden? Dat er dan klik, 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 klik wordt gedaan. Oh. Zien de temperatuur hier buiten nu zo min 12 graden is, liggen we in ons eigen iglo met denk zo 5000 dekbedden bovenop elkaar. Zodat we het niet koud gaan krijgen vannacht. Nou kan je zeggen, ik lig me kapot te zweten hier. Want het zijn veel te veel dekbedden. Slaap lekker!
guys. Ik ben even aan het aankleden. Ik heb een laag. Ik heb een laag 2. Ik heb echt 3-4 lagen aan. Het is zo koud. Echt niet normaal. De reden dat ik zo vroeg ben opgestaan is dat je tot 8:30 nog in de hoofdpiste mag rijden. En Galante moet vanavond pas 1:20 lopen. Dus wilde ik er in de ochtend nog even trainen. Nou is het rond 8:30 natuurlijk al super druk. Dus dan pak ik even 7:15, 8:15. Dan is het niet druk. Wel heel vroeg, maar dan is het niet zo druk en dan kan ik Galante gewoon echt goed trainen voor vanavond. En ik moet rond de middag in het 1:30 met Inspiration. Dus een nieuwe kans, nieuwe ronde, nieuwe kans. Goedemorgen meisje. Goedemorgen. Heb je goed geslapen? Heb je goed geslapen? Ging het? Ja, het ging goed. Hij was fijn. Ja. Als je niet kijken, dan ga je spannend. En met wie was je aan het praten? Met Michael Jung. Tijdens het rijden is echt vet, want ik zag gewoon mijn kojoen daar rijden en ik dacht, ja, het is nu of nooit. Dus ik zat die niet langer zijde tegen mezelf te zeggen, ga ik wat zeggen of ga ik niet wat zeggen. Hij stapte echt naast me, maar ik durfde niet. Dus ik tegen Galante van, gaan we het doen? Dus al mijn moed bij elkaar, zei ik echt zo heel zachtjes zo, hey Michael. En toen keek hij echt me aan en toen dacht hij echt, wie ben jij? Dus toen zei ik maar, you don't know me, but I'm a Dutch rider and I'm your biggest fan. Dus dat was echt heel akkerd, maar hij was echt super lief. En ik vind ook echt dat hij echt heel, heel even gewoon kletst en dat vind ik echt, echt heel lief. Dus het was super leuk. Hij weet niet dat ik straks voor hem rijd, dus misschien als ik dan aan het rijden ben en ik zit op de wind, dan zeg ik gewoon even, hey Michael weer. Nee, dan moeten we focussen, maar als we goed ons best doen, dan houdt hij ons misschien wel in de gaten. You better turn up. You better believe it when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Inmiddels zijn Millstreams Inspiration en ik. Helemaal klaar om te gaan riden. En zijn we er klaar voor? Super koud buiten. Zijn hij nu een heel dun vachtje heeft omdat hij geschoren is. Geef hem natuurlijk wel een dekentje op als we erheen stappen. En zijn staldeken mag dan wel eraf, want dat zal iets te warm zijn. Voor mensen die misschien denken, wow, dat zijn mooie wolken daar zo. Nou, dat is sneeuw op het dak. Het lijkt een beetje als een wolk in de lucht, hè. Maar het is gewoon echt typisch sneeuw op het dak. En dat soms een beetje naar beneden schuift in één keer. En dan schrikken de paarden wel. Gaan we doen?
Het was echt heel goed. Ja, het was echt een goede ronde. Ja, die laatste vind ik zelf dan moeilijk, want dan ga ik bijna te veel terug. Hè? Ja. Het is gewoon zonde, ik had gewoon een vijfloos rondje kunnen rijden. Ja. Ja, top. Ik ben wel blij. Ja, heel goed. Ik had in het lopen altijd veel gezien, want dat was echt op de diep. Ja! Wel denken aan mijn gezicht te zien dat ik helemaal blij ben, dat ik waarschijnlijk foutloos ben en supergoed heb gedaan, terwijl ik gewoon één balk heb, maar ik ben gewoon zo blij. Ja, ik vind het gewoon echt, het was een rondje hoe ik het wilde. Hij sprong goed in elke afstand, was goed, dus ja, alleen de laatste. Nee, ik kan echt, nou, dit keer heb ik gewoon ook echt goed gereden en dan kan je gewoon echt blij zijn. Gisteren had ik gewoon echt twee balken, die waren ook gewoon echt terecht. En vandaag kon ik wel zeggen dat het gewoon een jammer balkje was, dat had niet hoeven gebeuren, dus goed gedaan, jongen. Maar het was niet genoeg. Ja, ik was gisteren vond ik dat ik zelf niet zo sterk reed. Nu reed ik zelf ook goed. Je werkt, kaakje lekker wordt het, hè? Lekker nog een lampje. Nog eentje dan? Eentje uit de snoepjesdoos. Oh, jongens, het is zo koud. Ik heb lekker het voerbein voor de paarden. Dat ik echt blij ben. En wat ook heel leuk is, dat er twee vriendinnetjes zijn. En die kijken helemaal live mee. Dat is allemaal live mee. En ik vind het zo leuk dat je vriendinnetjes en je fans gewoon echt helemaal supporten en steunen. Dus daar word ik echt gelukkig van. En als je het op je Insta zet, deel ik het ook zeker. Want ik vind het zo lief dat je gewoon ons aan het aanmoedigen bent. En we gaan nu lekker voeren. De paardjes belonen voor een goede werk. Tenminste, Galante moet het nog maar eens laten zien. Galante moet het Inspirations niveau maar bij zien te houden. Eettijd! Ik hoop dat jullie mij kunnen horen en niet te veel last hebben van de wind. Maar ik kwam net zo'n Belgische vrouwtje tegen en die staat bij ons op stal. En die zei zo tegen mij van, tegen wie praat ze nou heel de tijd? Heeft ze hem tegen mij? Maar jij praat dus gewoon heel de tijd tegen je paarden. Je bent zo enthousiast en dat vind ik zo leuk om mensen te zien die ook nog echt om hun paarden geven dan alleen opstappen en wegrijden. Dus dat was echt denk ik wel een heel groot compliment dat ze dat zo tegen mij zei. Dus ik ben weer helemaal gelukkig nou. Maar laten we eerlijk zijn, ik verwend mijn paarden misschien wel iets te veel. Oh, ik ben een beetje erg soms. Het is bijna zover. We mogen bijna gaan lopen voor de 1.20, de klasse van Galante. Super koud, hè, Galante? Maar we gaan nu weg naar het losrijden en dan gaat het beginnen. Het internationale springavontuur met Wilsteams Galante beginnen.
die komen net uit de jungle. Het was echt fantastisch. Het was gewoon echt een rondje zoals ik het wilde. Alles lukte gewoon, ja. Soms heb je zo'n dag echt super goed gedaan vanavond. En het heel leuk. Smakelijk eten, topper. Heb je dik verdiend. Met een mooie vierde plaats. Oh, daar belt opa al. Oeh, mama lekker aan het koken. Wat eten we? Met een van een sausje. Oké, nou, lekker. Movie time. Zo guys, inmiddels lig ik lekker in bedje en ga ik zo slapen. Oh, ik ben zo moe en het ligt er zoveel in mijn ogen. Maar wat ik nog wilde zeggen is dat ik gewoon vierde ben geworden. En dat ik zo ongelooflijk blij ben met die prestatie. Gewoon mijn eerste top 5 op het internationale springdeelnemersveld. Dus mijn dag kan niet meer stukken. En ik hoop dat jullie ook mega trots zijn op Galante. Dat die gewoon eventjes vierde wordt. Echt een topprestatie. Een 1100ste. Of we waren derde en we mochten de eerronde binnen. Dus ik baalde stiekem ook wel een klein beetje. Morgen een nieuwe ronde. Nieuwe kansen. Allemaal. Ik ben inmiddels wakker. Ik heb mijn oranje sokken heel de nacht aangehad. Dikke sokken, omdat het echt... Ik hou niet van met sokken slapen, maar het is zo koud anders. En ik heb goed geslapen. Dus ja, laten we lekker gaan ontbijten. Ik zal even laten zien wat ik had ontbijt. En dan gaan we dan lekker naar stal met de paardjes voeren en de paardjes stappen. We gaan wandelen. Nou zeg. We gaan alleen maar wandelen. Wat is dat nou weer? Nou, wat doet hij nou? Wilt hij niet wandelen? Wilt hij niet wandelen? Maar wandelen is toch leuk? Kom, wandelen is toch leuk? Lelijk doen. Ja, kom. Goed zo, Inspiration. Goed zo. Goedemorgen in de mega kou, toch een lekker zonnetje erbij. We zijn weer lekker een ochtendwandeling aan het maken met toppers. Inspiration, waarom vind je dit zo leuk? Oh, goed zo. Eventjes, toch best wat heel belangrijk. Ze rijden maar één keer ja, op de dag. En dan is het echt maar ja, 50 minuutjes, half uurtje. Dus ik vind het heel belangrijk om daarnaast ook gewoon nog echt te wandelen met de paarden. Want normaal gaan ze natuurlijk buiten. En op wedstrijd kan dat niet. Dus het is heel goed om ze lekker de benen te laten strekken. En ze vinden het ook leuk om heel de wedstrijd van alle kanten te bekijken. Op dit moment zitten we op de tribune en zijn we even het springen aan het kijken. Want wij moeten pas vanavond om 7:45, dus het duurt nog heel lang. En het is tijd om middag te eten, dus we gaan nu lekker middag eten. We zitten in de wagen bij Sterren en we gaan lekker tosties maken. Vanavond is het dus het 1:20, dan rijd ik met Inspiration en Galante. En je zult misschien denken, nou je hebt net 1:30 supergoed gedaan met Inspiration. Eén balkje, maar het was een supergoed rondje. Waarom ga je nu weer 1:20? Nou kom, dat Inspiration gewoon zo goed zijn best deed, wil ik gewoon vandaag lekker afsluiten. En dan kunnen we ook vandaag naar huis en dan hoeven we niet morgenavond nog te rijden. Dus dan kan ik vandaag gewoon lekker met Galante en Inspiration nog een rondje 1:20 goed proberen af te sluiten. En dan kunnen we weer lekker naar huis. En ik ben ook nog steeds zo ongelooflijk blij met mijn vierde plaats met Galante van gisteren. Want het was echt heel gaaf. Jammer net geen derde. Jammer net niet mee mogen doen in de ereronde. Maar goed, het was ooit die dag nog. Dan zijn we weer op stal en zijn we lekker bij de paardjes. We gaan zo even logeren. En ik heb eigenlijk even een vraag naar jullie. Want zoals jullie misschien opvalt, rijd ik met Inspiration in het bruin. En met Galante altijd in het blauw. Nou, altijd met oranje. Dit zijn ook mijn kleuren, maar je hebt hier zo blauw met oranje en hier bruin met oranje. Welke kleur vinden jullie het mooiste? En welke kleur vinden jullie dat ik moet gaan rijden? Ik ben nou eigenlijk heel benieuwd naar jullie mening, want ik vind het zelf heel moeilijk wat ik nou mooier vind. En ik doe nu allebei per paard verschillend. Bij Inspiration vind ik bruin het mooiste, bij Galante blauw. Maar misschien moet ik gewoon eens een keer op één kleur, zodat je daar ook echt aan herkend wordt. Dus welke kleur zouden jullie kiezen? Bruin met oranje of blauw met oranje? Laat het weten in de comments. Ik ben me op dit moment lekker aan het klaarmaken. Nee, ik heb een blouse dicht toe. Ik ga op dit moment met een lange mouwen ondershirt, zodat ik het anders echt te koud heb. Dit? Nou,
Inmiddels ben ik helemaal aangekleed en zijn we op weg naar het springparcours. Ik kan er nog een paar bekijken, dus dat is wel fijn. Dan kan ik me goed voorbereiden, dat ik de afstanden hopelijk goed weet. En dan gaan we Inspiration opzalen en dan ga ik met Inspiration beginnen in het 120. Inspiration by It Toulon, Christy Snepvangers voor Nederland. Chris is de vangers met 28-32. Ashley en ik komen net uit de ring en Inspiration is helemaal vrolijk. Kijk die hoortjes nou. Helemaal vrolijk is hij. Oh, hij deed zo goed. En ik liet hem ook helemaal voelen dat hij ook echt een held was. Maar dat was hij ook wel. Inspiration vindt nog kort draaien heel moeilijk. Maar ja, ik dacht, ja, ik zit nou wel in de twee fasen. Hij sprong super goed. Ik dacht, ja, wie nu laag niet wint. Dus we gingen het gewoon proberen. En we hadden best een mooie tijd. Er moet nog heel veel. En dan zullen er nog veel sneller zijn. Maar ik ben echt super blij met ons rondje. We hadden gewoon echt nog wel een redelijk snelle tijd. Dus ik hoop dat we nog een keertje, ja, gewoon in de top staan. Dat zou wel heel leuk zijn. Nu gaan we gauw naar Galante. Zo. Paardjes die het goed doen, krijgen appeltje. Dat weet jij. Dus ik ga die even pakken. Met een mooi meisje. Ready? Ja. Naar recht richten, hè? Christy Snip van Best voor Nederland. Hallo. Wow, Galante! Wat ben je toch een topper, hè? Jammer van de ballen, maar ik kan zo trots op jullie zijn. Inspiration en Galante, jullie zijn helden. Inspiration, deze strik heb jij gewoon gewonnen. En deze strik, mevrouw, heb jij gewonnen. Super goed gedaan, hè? Galante en ik komen net uit de ring en we hadden helaas een balk op het einde. Super zuur, want Galante was weer in super vorm. Ze sprong weer fantastisch goed. Het was weer een fantastisch ritje om op haar te rijden. Het was genieten onderweg. En ja, we gaan nu lekker afstaan en dan gaan we naar huis. Ik kreeg nog de strik van gisteren die Galante had gewonnen. Dus het voelt alsof ik 2 prijzen behaald had vandaag. Maar dat was even een laatste cadeautje. En ja, nu gaan we lekker afzadelen. Oh.
zit het weekend bij Lieden weer op. Het begon niet zo heel sterk. We hadden twee balken, daar begonnen we mee. Daar komt omdat Christy toen echt super, super slecht reed. En Inspiration heel goed sprong. Maar daarna herpakten we onszelf en gingen we gewoon super goed met één balk naar een foutloos rondje. En een derde plaats. Dus Inspiration was het echt in topvorm. En ook Galante deed het echt heel goed, want ze behaalde gewoon de vierde plaats. En als ik die fout niet had gemaakt, misschien nog wel beter. Dus heel erg bedankt Galante. Het was een superleuk weekend. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren. Doe een blauw duimpje omhoog. En laat ons in de comments weten welke outfit jij het leukst vindt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Op naar de volgende wedstrijd.